Als het gaat over kleding die je draagt tijdens gravel of bikepacking avonturen, dan geldt less is more. Te weinig kan resulteren in gevaarlijke situaties, maar te veel kan resulteren in oncomfortabel zware bepakking. Het is dus de kunst om zo min mogelijk mee te nemen, maar toch genoeg dat je lekker warm blijft en droge kleding hebt. Lange dagen op de fiets, vaak meerdere dagen achter elkaar, vraagt om comfort. Aangezien het avontuur centraal staat en niet de prestatie en je vaak toch al met zware bepakking rijdt, kan je je aerosokken en je snelpak thuis laten. Maar wat heb je wel nodig qua kleding als je op een gravel of bikepacking avontuur gaat? In deze video nemen we je mee om te laten zien wat je nodig hebt. Niets is zo vervelend als rondrijden met natte kleding. Of erger nog, moeten starten in natte kleding. Zorg daarom altijd dat je een regenjack bij je hebt. Je maakt jezelf ook een stuk makkelijker als je een regenjack hebt wat compact op te vouwen is, waardoor je hem altijd bij je kan steken. Een extra setje kleding is ook geen overbodige luxe. Naast dat het meer tijd geeft om je kleding te laten drogen, kan het ook dienen als backup in het geval dat je een schuifeltje maakt. Schone, gewassen kleding is erg fijn. Het neemt alleen wel een risico met zich mee. Als je je kleding wast en uithangt, kan het zo zijn dat deze de volgende ochtend niet droog is. De stof Merino biedt daarvoor wel een uitkomst. Deze stof is namelijk antibacterieel, waardoor je hem gewoon kan uithangen en hem de volgende dag weer kan aandoen zonder dat deze stinkt. Op ruw terrein of lange tochten is een extra beetje demping op je handen erg fijn. We hebben in het verleden al last gehad van blaren of zelfs de handen openvallen. En handschoenen kunnen dat heel makkelijk voorkomen. Ook je ogen krijgen het zwaar te verduren tijdens een gravel- of bikepacking trip. Een zonnebril biedt niet alleen bescherming tegen zonlicht, maar ook tegen bijvoorbeeld vliegjes en stof. Onze eigen voorkeur gaat uit naar een zonnebril met een fotochrome lens. Deze kleurt mee met de intensiteit van de zon, waardoor je in elke omstandigheid het juiste zicht hebt. Daarnaast is het rijden met een degelijke broek met een goede zeem erg belangrijk. Wat begint met een beetje zadelpijn kan zich op meerdaagse tochten ontwikkelen tot schuurplekken, ontstekingen of erger. Een goede zeem in de broek helpt dit te voorkomen. Zorg er daarbij voor dat hij altijd droog is en gebruik eventueel chamoiscrème. Een andere tip die we je mee willen geven is om je bibshorts zo kort mogelijk te dragen. Door na de rit niet te lang in je koersbroek te blijven rondlopen, minimaliseer je de kans op irritatie. Multifunctionele kleding zal je beste vriend worden. Hoe zomers je trip ook is, in een donker bos kan het s'nachts flink afkoelen. Een simpele buff biedt al een hoop mogelijkheden. Daarnaast biedt het Four Seasons Jack een goede uitkomst. Zowel in de winter als in warmere seizoenen kan je hiermee 24 uur per dag warm blijven. Wanneer je op de grond slaapt, hou er dan rekening mee dat de temperatuur een stuk kouder kan zijn dan je weer hebt aangeeft. Eventuele kou, maar ook daglicht zorgen er vaak voor dat je relatief vroeg weer vertrokken bent tijdens een bikepacking avontuur. Speciaal voor deze verrassend frisse ochtenden en eventueel voor lange afdalingen biedt een windjack vaak precies genoeg om lekker warm te blijven. Met een setje arm- en beenwarmers erbij ben je nog een stukje zekerder van een goede start. Onze eigen ervaring hierbij is ook dat deze kunnen helpen tegen zonnebrand. Ten slotte zijn er natuurlijk nog de kenmerkende gravel items als de cargo shorts en de flanel. Dit zijn items die je eens moet proberen om ze te waarderen. Het vrijhouden van je shirt door spullen te bewaren in bikepackingtassen of in je broek geeft een heerlijk vrij en licht gevoel. Bovendien is de flanel natuurlijk het ideale voorbeeld van multifunctionele kleding. Net als voor de bandenkeuze geldt ook voor de kleding dat je je eigen voorkeur dient te vinden. Ik zou zeggen, ga lekker op avontuur, ga proberen, gebruik deze tips als basis en je zal een heel eind komen.